Hoi jongens en meisjes. Hallo. Hallo. Stijn die zit daar lekker een appel te eten. Zien jullie dat? Maar Stijn? Ja? Is die appel wel voor jou? Nee. Nee hè? Want waarom hadden wij appel? Om de vogels te gaan voeren, maar ik moest van mijn moeder een appel. Het was eigenlijk om de vogels te gaan voeren, maar Stijn mocht er ook wel even een hapje van. Ja, want wij zijn dus allemaal lekkere dingen aan het maken voor de vogels. Het is winter en in de winter is het natuurlijk koud hè, buiten. Kijk maar, wij hebben onze warme jas aan. Ja, en ja. Het ging gisteren ook nog gaan sneeuwen. Gisteren was het gaan sneeuwen en wij hebben gespeeld in de sneeuw. Hè? Er was niet zoveel sneeuw gevallen hier dat we konden sleeën, maar we konden wel sneeuwballen gooien. Hè? Ja. Ja. Hebben jullie ook in de sneeuw gespeeld? Dat zou leuk zijn. Ik heb in ieder geval gezien dat Sven een mooie sneeuwpop had gemaakt. Op de foto. Hey, en wat zijn we nu aan het doen? Kijk, we hebben hier allemaal spulletjes. Want Stijn zei het al, wat zijn we aan het doen? Vogels aan het voeren. We gaan de vogels voeren. En dat doen we omdat het in de winter koud is. Dat zei ik al, we hebben jassen aangedaan. Hè? Want zonder jas kunnen we niet naar buiten. Een vogel doet natuurlijk geen jas aan. Die heeft zijn warme veren. Toch? En dan zijn er in de winter heel veel vogels. Die gaan op reis. Die gaan op vogeltrek. Die vinden het te koud hier in ons Nederland. En dan gaan ze naar het warme zuiden. Maar er zijn dus ook vogels. Die blijven in de winter wel in Nederland. En Stijn, weet jij wat vogels eten? Ja. Ja, wat eten vogels dan allemaal? Pindas en appels en zaadjes. Zaadjes, ja, dat is een beetje wat wij hier hebben staan, hè. Pindas en appels en zaadjes. Maar dat is niet wat de vogel normaal gesproken zelf voor eten zoekt. Normaal eet een vogel bessen of zaadjes die hij ergens kan vinden. Maar ook kleine insecten, die hele kleine diertjes en wormen. Maar die zijn niet zo goed te vinden in de winter. Want in de winter groeien er geen bessen. En alle insecten en wormen zijn heel diep onder de grond verstopt voor de kou. En dan maakt het voor een vogel wel moeilijk om eten te vinden. En daarom kunnen wij de vogels een beetje helpen. En zal ik eens even laten zien wat wij allemaal aan het maken zijn. Draai ik even de camera om. Kijk, Stijn die maakt een hele mooie slinger voor de vogels. Yummy appel. Met appel. Nou, die heeft hij al geproefd. En pinda's. Appelvlekken. En die hangen we straks ergens op in een boom of zo. Of aan de schutting. En dan kunnen de vogels daarvan snoepen. Maar we hebben ook nog meer spulletjes. Want je kunt natuurlijk zelf iets maken voor de vogels. Maar je kunt ook gewoon in de winkel kopen. Kijk, deze vond ik in de supermarkt. Voor vogels een zadenhart in de vorm van een hartje. Dus die gaan we straks ook ophangen. En weet je wat ik ook heb gevonden? Kijk, pindakaas voor vogels. En nou heb ik hier een huisje staan. Daar zit eigenlijk ook al een pot in, jongens. Kijk, die heeft... Ja? Want kijk, nou kijk, ik duw hem daar. Zo moet hij toch? Ja? Kijk, zit hij een beetje vast? Ja. Ja? Lukt je wel hoor. Ik ben een beetje kapot. Geef niet. Tadaa! Zo. Gelukt. Ja. Laat je slinger eens zien, hoe is die al geworden? Tadaa! Ja, je kan hem zo optillen. Zo. Oh! Is mooi, hè? Ja. Nou ja, en ik was al aan het laten zien. Hier een heel mooi houten huisje. Die heeft Tessa een keertje zelf helemaal getimmerd. En daar kwam dan die pot in met vogelpindakaas. Kijk, hier zat ook weer een vogel op. Die moeten we dan openmaken. Zo. Eeuw, wat zit erin? Wil je een beetje op je brood? Eeuw. Lekker op je boterham? Nee. Nee? Er zitten allemaal wormen. Oh, maar dat vinden de vogels wel heel lekker hoor. Kijk, die zetten we dan zo in dat huisje. En dan kunnen we hem dadelijk ergens ophangen. Mmm, maar ik denk dat het zatje. Kijk,
overal zitten nog gaatjes in. Ja, ik had er al gaatjes in gemaakt voor jou. Dat is makkelijker. En dan heb ik nog iets leuks bedacht. Kijk, Stijn. We hebben een wc-rolletje helemaal volgesmeerd met pindakaas. En nu rolt Stijn dat rolletje met pindakaas weer door de zaden. En dat vinden de vogels lekker, Stijn. Ja, maar niet wij toch? Nee, ik ook niet, hoor. Ik hou niet van die zaadjes. Wat moet ik? Nou, hier is nog een beetje. Dat overal er zit. En dan moeten we het touwtje er doorheen doen. Heel goed. Oh, is het dan een pindakaas? Geeft het niet. Het is maar pindakaas. Dat eet je ook op je brood. En dan moet het touwtje er doorheen. Zo? Ja. Dus een beetje samenwerken. Want ik wil en een filmpje maken. En laten zien. Komt hij er al uit? Ja. Ja, pak hem aan de andere kant. Oké. Okay. Oh, vies. En kun jij een knoopje maken? Nee. Nee? Nee. Moet ik dan nu met een hand, met één hand een knoopje maken? Dan doe ik het zo. Kijk, die kunnen we dan ook in de boom hangen. Dat is leuk, hè? Ja. Ja. Maak jij de slinger nog af? Dan maak ik nog een wc-rol en dan hangen we het zo in de boom. Oh, jongens en meisjes, kijk nou wat er is gebeurd. Wij wilden het hart uitpakken, die ik had gekocht in de winkel. Dan moet je er een touwtje erheen doen. Toen is die gebroken. Ja, en dan gaan we het nu met pindakaas weer maken. Oh, Stijn had echt een supergoed idee. Had ik zelf niet eens bedacht. We kunnen de pindakaas als lijm gebruiken, zei Stijn. En dan kunnen we hem weer maken. Goed idee, man. Hier. Dan moet je hem even zo openmaken, ja. En zo, hier aan het smeren toch? Ja, doe eens. Leuk. Proeven ze niks van, toch? Vinden ze alleen maar extra lekker. Ja. Ja. Lekker geel erbij. We hebben met pindakaas. Ja, we hebben het met pindakaas aan elkaar geplakt. Maar we denken dat het niet sterk genoeg is, zodat we hem echt op kunnen hangen. Maar Stijn, we kunnen hem misschien ook gewoon ergens neerleggen. Toch? Ja. Ja, doen we dat. We gaan alles een mooi plekje geven in de tuin. En dan gaan we kijken of de vogels ervan willen eten. Oh, kijk hoe lekker de appel. Niet Stijn. Die heeft al appel op. Kom maar. Met pindakaas. Ga niet alles op één plek hangen. In de boom? Ja, maar... Maar dan... Wacht, ik hang die van mij hier op. En wil jij in de boom hangen? Nee. Wil je erbij? Misschien bij dat pakje? Ik wil bij die. Ja, ja. Zo? Nee. Jawel, we kunnen het. Ja. Goed opschuiven. Ik vind het eng. Goed zo. Nee. Oh, wat hadden we nog meer? Tom, tom, tom! Tom, tom. Pak jij die kant? Ja. Zeg, waar zullen we deze ophangen? Ja. Ja. Hmm. Wil die ook in de boom hangen? Daar kan mama wel bij. Zal die niet vallen? Dat willen we niet hebben natuurlijk. Mama, ik hoor ook vogeltjes fluiten. Hoor je ze al zijn? Ja. Ja. Zo. Een hartje. I love you. Oh, I love you. Jongens, hier is eten. Moeten we mama. Door. Ja. Hier is ganzen. Ja, dat zijn ganzen. Ganzen. En daar nog meer. Ja, het is vast. Eeuw. Lekker. Laat aan Levi zien. Kijk, even wat lekker. Ja. Jullie mogen dit lekker op je.
boterham eten. Oh, lekker met mama. Nou, dan gaan we deze ophangen. Ja, wat? Waar? Daar op de schutting? Oh, en dan gaan we al! Kom, we hangen het hier op. Nou kan de pot erin, Stijn. Jij gaat het natuurlijk echt doen ook, hè? Wil je een stukje proeven? Nee! Dit is voor de vogels. Komt die stevig? Ja. En nu ben ik natuurlijk benieuwd of dat de vogels er zo lekker van komen eten. Ik denk zolang dat ik hier rondloop en aan het praten ben, dat ze niet zo snel komen. Want ze zijn natuurlijk een beetje bang voor mij. Dus ik ga lekker naar binnen. En dan ga ik vanuit mijn raam kijken welke vogeltjes er allemaal op bezoek komen bij mij in de tuin. Dus meisjes, daar is de eerste bezoeker. Bij de pindaslinger. Ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Kijk, ik hoorde hem ineens. Dat is een koolmeesje. Nou, hij is even aan het kijken, want hij ziet, oh, daar gaat hij. En hij is weer weg, naar de achterkant in de boom. Zagen jullie hem? Hij zat net daar bij de appel en de pindaslinger. Nou, die komt straks wel terug, want nu weet hij dat er wat lekkers hangt. Als je heel goed kijkt, dan zie je hem daarachter in de boom nog wel bewegen. En ik zei al, het is een koolmeesje en dat weet ik. Want een koolmeesje ziet er altijd zo deftig uit. Een koolmeesje heeft een soort stropdasje, lijkt het wel. Echt een heel grappig vogeltje om te zien en ja, ook om te horen. Misschien komt hij zo nog terug. Zoals jullie zagen, kwam er al een koolmeesje even in de boom kijken. Verder heb ik geen vogels gezien. Maar geef niet, die komen nog wel de komende tijd. Want ze vinden het hartstikke lekker wat ze allemaal hebben gemaakt voor ze. Maar nu gaat het regenen. Dus dan ga ik lekker naar binnen waar het droog en warm is. En dan zullen jullie de komende tijd wel meer gaan zien en horen over vogels. Want we willen over vogels gaan werken. Vogels in de winter. En we hebben een mooi werkboekje voor jullie gemaakt. Die jullie al thuis hebben gekregen. Of de postbode komt hem nog brengen. Dat kan ook. En daar zitten allemaal opdrachten in over vogels. En er zit ook een thuiswerkbingo bij. En daar staan ook weer allemaal leuke opdrachtjes die je kunt doen. En veel daarvan gaan ook over de vogels. Eentje daarvan is bijvoorbeeld, maak voer voor de vogels. Dus dan mogen jullie zelf iets lekkers gaan maken. Dat kun je dan in je tuin ophangen. En dan kun je eens kijken welke vogels er bij jou allemaal in de tuin op bezoek komen. Nou, ik ga lekker warm naar binnen. Ik ga lekker eten maken voor mezelf nu. En dan zien we elkaar wel weer in een nieuw filmpje. Of op school. Dag lieve kinderen. Doei!